Hallo lieve boogschutter, welkom bij jullie maandreading voor de maand april. Eigenlijk is het een bonusreading, want ik heb in maart, begin maart, ook een video online gezet voor alle sterrenbeelden voor maart en april. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, ik zal deze in de berichtenbox beneden linkjes inzetten, zodat je altijd nog naar die video's toe kunt. Ook staan er in de berichtenbox linkjes naar de lente-equinox, de maanreadingen. En ik ga even kijken of dat er nog iets meer bij gezet kan worden. Maar de belangrijkste video's die dus gekoppeld zitten ook aan de energiestroom die we vandaag mee gaan nemen, die zullen beneden aangevinkt zijn. Kijk dus wel even of dat de video met je resoneert. Het kan zomaar zijn dat dit keer niet in jouw zonteken de boodschap verscholen zit, maar in een van je andere geboortehoroscooptekens. Denk aan je maanteken, venusteken, ascendant, eventueel zelfs de noordelijke maanknoop. Kijk dus wat van toepassing is. Laat de rest lekker los. Ben je als crosswatcher aan het kijken? Wees welkom. Kijk even welke tijdlijn voor jou is en wie de tijdlijn van de ander heeft. Daar kun je altijd een beetje een wisseling in maken. En dan gaan we gewoon lekker beginnen. De energie is intens. We hebben natuurlijk het eclipsseizoen gestart. De portalen zijn geopend door middel van de maansverduistering. Nu is er begin april ook nog een nieuwe maan met een zonsverduistering. 1 april gaat Mercurius retrograde lopen. En bovenop hebben we daar natuurlijk ook nog de normale engelenpoortdagen die geactiveerd zullen zijn. De sluier tussen het hier en het nu en het spirituele zal dus dunner zijn. De mogelijkheid om extra boodschappen te ontvangen zal ook bij jullie lieve boogschutter aanwezig zijn. Denk aan bepaalde aha-momenten, synchroniciteit in dubbele cijfers of misschien in klokgetallen. Het kan ook zomaar zijn dat je liedjes elke keer hoort. Of dat jij bepaalde dromen hebt die je zoiets hebt van, oh, wat betekent dit allemaal? Schrijf ze op, want het heeft altijd wel een bepaalde betekenis. Wat misschien niet op datzelfde moment helder zal zijn, maar wel op een later moment zichtbaar gaat worden, waarbij de puzzelstukjes op zijn plek gaan vallen. Maar we gaan snel beginnen. We gaan kijken wat er dus naar voren gaat komen voor april voor jullie lieve boogschutter. Als eerste kaart krijgen we onvoltooid symfonie. Kaart 10 is wel weer eigenlijk die voltooiing, maar het ei is nog niet open. Dus er is nog een bepaalde afwachtende element waar jij op dit moment mee te maken hebt. Luister dus echt goed naar de boodschappen die doorkomen, wat ik zojuist ook al zei. Hè? Misschien met liedjes of wat dan ook, songteksten. Dat er elementen elke keer toch naar je toe komen en dat je op dit moment, als jij deze reading ziet, dit ook met bewustheid kunt omarmen. Dat als jij meerdere liedjes ontvangt waarbij je zoiets hebt van, hè, alweer? Ga dan even het songtekst opzoeken, wellicht dat daar een schuilende boodschap in zit voor je. Dan hebben we nog de Koi Fish Spirit, de Koi Karper. There is always enough. Dus er is altijd genoeg. En we hebben de Eagle Spirit. Spirit has your back. Dus je wordt beschermd. Ze houden jou in de gaten. Je hebt eigenlijk de bevestiging dat je op het juiste pad zit. Je staat eigenlijk aan de voorgrond van een grote transformerende energie. Waarbij je dus ondersteund wordt. Om dichter bij je op je zielsdoel af te stappen. Maar dat houdt ook in dat je zelf dus wat risico's moet gaan nemen om naar die vernieuwing te gaan. Hè? We krijgen kaart 5 en een kaart 9. Dus er is een voltooiing die eraan gaat komen, maar je bent er nog niet helemaal. Maar we gaan eens even kijken. Ik pak nog een engelentherapiekaart erbij voor jullie lieve schorpioen. Oh, nou, die vliegt eruit. Onderkant dek hebben we stofzuig je angsten weg. Roept aartsengel Michael en Raphaël aan om de angst gebaseerde energie van jou, je omgeving, deze situatie en iedereen die erbij betrokken is, weg te halen. Oké, deze leg ik even hier neer. Ik weet niet of dat hij in beeld is. Hoppatee, zo denk ik. Want ik heb mijn ruimte dadelijk hard zat nodig hier op tafel. En we krijgen als eerste ook aartsengel Michael erbij. Je werkt heel nauw samen met deze machtige aartsengel. Hij zal je in deze situatie beschermen en begeleiden.
Nou hebben we hier natuurlijk ook al Spirit has your back. Dus je wordt echt beschermd. Niet alleen door de engelenrijk, maar ook echt door je totemdieren. Die jou daarin zullen begeleiden en beschermen. En wat ik al zei, hè, er zullen heel veel boodschappen door gaan komen. En die boodschappen kun je dus gebruiken om ook het hoogst haalbare uit deze intense energiestroom te halen. In het voordeel wat alleen maar jou groter in jouw potentieel laat groeien in de zuivere vorm. Onderkant dekt de 10 van bekers. Nu krijgen wij de 9 van bekers op kop. We krijgen de wereldkaart op kop. We krijgen de 2 van zwaarden op kop. Torenmoment. En daarnaast krijgen we de fool met de 10 van bekers. Dit geeft duidelijk aan dat jij dus, lieve kijker, lieve boogschutter, de juiste richting mag gaan bepalen. Er zijn elementen waarbij jij nu geen wensvervulling hebt, waarbij nog geen voltooiing is, waarvoor je eigenlijk dus eerst dit compleet dient te maken, dat proces, om vervolgens weer naar die vernieuwing te mogen gaan. Maar daar hangt dus wel een bepaalde keuzemoment aan vast en dat kan veel stress veroorzaken, veel verwarring en vooral disbalans. Nu is het zo dat de intensiteit van deze portaal die geopend is door de eclipsseizoen, gaat dus behoorlijk wat energie teweeg brengen de komende tijd. En dat zorgt er ook voor dat als je zelf geen keuze gaat maken of bang bent om een beslissing te nemen, dat het universum jou ook mee gaat helpen ter ondersteuning om je hier vrijer in te krijgen. Dat heeft met je ontwakening te maken, maar dat heeft er ook mee te maken dat je bepaalde chaos die jij niet zelf overziet, wel weer gaat overzien met de daarbij behorende lessen en ontkoppelingen. Nu kan dat voor iedereen natuurlijk anders zijn, maar het is allemaal om jou naar het hoogst haalbare goed te krijgen wat van toepassing is voor jou. En nu is dit voor iedereen natuurlijk in een andere vorm, hè? Maar goed, we zullen eens even gaan kijken wat er nog naar voren gaat komen voor jullie. Want het is best een intensiteit. Ik voel ook veel druk op jouw hoofd. Dus veel in je hoofd zitten, veel piekeren. Angsten misschien, het stofzuigen van je angsten weg. Hier staan ook begeleidende meditaties van op YouTube waarschijnlijk. Waarbij je dus met de aartsengelen kunt connecten om dit aan te gaan grijpen, oppakken. Oh. Kijk. De duivelkaart komt op kop. Dus je gaat je vrijheid hierin terugnemen. Je gaat eigenlijk de controle weer herpakken. En dat heeft met een bepaalde schaduwzijde dus te maken in jouw leven. Dat je daar... Dat samen met die angst kan ik me ook wel geloven dat er toch wel wat doorbraken gaan komen. Maar het is wel aan jou om dit dan ook te gaan creëren. Want als je dit zelf niet in werking zet, dan is het dus zo dat je... maak je zelf de beslissing niet, dan grijpt het universum al in, zoals ik net al zei. Hè? Dan zul je ook merken van dat er emoties jou kunnen gaan overspoelen. En dat je dan ook niet meer die stabiliteit even weet terug te pakken. Sommigen houden vast aan een liefdespartner, aan een gedachte of aan een persoon waarmee ze willen connecten. Maar daar dien je dus los van te koppelen. En dit is dus wat hier duidelijk zichtbaar wordt onder de toren. Krijgen we de 6 van zwaarden. Bepaalde windrichting veranderen, veranderingen, verschuivingen. Je wordt ondersteund. Je krijgt de handreiking vanuit het universum om naar die vernieuwing te gaan. We krijgen ook die fool erbij. Ik pak er hier zo nog even wat kaarten bij, want het is best wel intens. Nu is het eclipsseizoen sowieso intens, want het heeft met volledige transformatie te maken van een nieuw element. Een stukje voltooiing waar nog geen afronding in is. Nu zal dat niet voor iedereen
ja, nog niet in werking zijn gezet. Maar het kan ook zijn dat sommigen al ja, in een bepaalde keuzemoment zitten. En dat torenmoment al hebben gehad. En dat er nu dus zicht gaat komen op waarom het allemaal is geweest. Een bepaalde verdedigingsmechanisme. We krijgen onderkant dek de wereldkaart. Intens. Het is een intensiteit. We krijgen dus de karma kaart op kop. Hè? Dus dat is echt wel het stukje zelftwijfel. Maar ook het stukje ontkennen daarin. Hè? Dus het is wel zo dat je bepaalde waarheden totaal niet wil zien. Of niet hebt willen zien. En nu dat jij zeg maar daar zicht op gaat krijgen door dat torenmoment. Dan zie je ook waar je lang aan vast hebt gehouden. Dat het jou niet hetgeen bracht wat jij eigenlijk verdient. Wat voor jou weg is gelegd. Wat naar jou toe mag komen. En ik voel wel dat er tussen jullie boogschutters behoorlijk wat weerstand zit. Behoorlijk wat power ook hè, in een bepaalde verdedigingsmechanisme. Maar dat is natuurlijk ook jullie vuurelement wat dan op komt spelen. Hè, lieve boogschutter. Maar ik ga er eens even wat kaarten bij pakken. We krijgen de paasje van staven. Koningin van zwaarden. Nu komt de koningin van zwaarden in heel veel readings, sterrenbeeldreadingen naar voren. Dus het is wel zo dat je objectief ook voor naar een situatie gaat kijken. Hè? Waarbij jij dus dicht bij jezelf gaat blijven. Waarbij je wel keuzes gaat maken om ja, bepaalde beslissingen te nemen. We krijgen de koning van zwaarden erbij. We krijgen de koning van bekers. En we krijgen de twee van staven. Onderkant dek krijgen we ook nog de zes van munten. En de zeven van staven. Of zwaarden. Nu is het zo dat er een bepaald nieuw inzicht in jouzelf geactiveerd gaat worden. Waarbij jij dus ook merkt van oké, ik wil een bepaalde verbinding met iemand hebben waarbij ik mezelf kan zijn. Waarbij ik oprecht met iemand kon connecten. Waar waarheid eigenlijk ja, voorop ligt. Hè? Maar waar ik ook de moed heb om niet meer afhankelijk van iemand te zijn. Maar er is nog best wel wat saboterende energie in jou, voordat jij dit ook onder ogen wilt zien. Want ik voel namelijk dat er een connectie met iemand is, waarmee jij dacht op emotioneel vlak te connecten, maar dat het niet in de zuivere vorm was. Dat je eigenlijk iemand in een hogere vaandel hebt gezet, als dat die energiestroom eigenlijk was. Dat is een lastige dit keer hoor, voor jullie lieve boogschutter. Ik krijg namelijk best wel wat intensiteit, maar ook veel dingen stromen door elkaar heen. Dus ik hoop dat ik het juiste tot jullie over kan brengen. Hè? Dus instabiliteit, ja, harmonie in, of ja, eigenlijk geen harmonie. Hè? In een bepaalde energiestroom. Het is ook wel een snelle, want er is een disharmonie in een bepaalde snelle actie die jij gaat voeren. Maar door die snelle actie die je gaat voeren, zie je ook niet het totale plaatje. En dat totale plaatje, waar heeft dat mee te maken? Mag ik daar een verheldering op? Dat je nog niet een voltooiing wil afronden. Oké. Sommigen blijven dus vasthouden aan een verbinding die niet voor hen bestemd is. Maar daaraan blijven vasthouden omdat ze de illusie voorhouden dat dit hun zielsdoel is om deze verbinding in volle glorie te laten activeren. En ben je dus eigenlijk in afwachtende positie of dat hier een, ja, een doorstroom mogelijk mee is. Of voor sommigen dus een
juiste stroming mogelijk is. Nu hoeft dit niet pertinent op het romantische vlak te zijn. Ik ben er echt van bewust dat ik daar absoluut niet alleen over praat. Zit je in een relatie, kan dit ook een teken zijn dat je merkt van oké, ik zit eigenlijk in een toxische relatie, in een ongezonde relatie, of je zit in een relatie waarbij jij meer leeft als broer en zus. Waar blijf jij dan aan vasthouden? Er liggen nieuwe mogelijkheden voor jou om ja, opnieuw te gaan starten. Hè? Maar ik voel een bepaalde verdedigingsmechanisme. Er maar aan vast blijven houden, omdat het gewoon, ja. Ja, hoe kan ik dat zeggen? Het is vertrouwd misschien, terwijl het ja, meer hart en zeer brengt als dat je ware geluk kunt voelen. Krijgen weer die twee van zwaarden, hè? Dus de knopen door gaan hakken. Wat ik al eerder zei, hè? Maak jij geen beslissing, dan zal het universum je voeten wel even laten shaken dat er wel iets gebeurt in het systeem waarbij het wel gaat komen. Er gaat gecommuniceerd worden over een wens die niet uit gaat komen. Een wens die je eerder hebt gemanifesteerd. Ga je inzicht over krijgen dat dit niet gaat gebeuren. En er is gewoon ja, een stukje separatie. Er is iets waar geen vertrouwen meer in is. Het stukje verwijdering van elkaar. En toch blijf jij een bepaalde hoop houden. Maar je geeft energie. Je geeft energie aan de verkeerde persoon. Eerst dien jij zelf in balans te komen met jouw yin-yang energie. De drie van munten valt op de grond, maar die ligt zo ver van mijn bureau af. Daar kan ik momenteel niet bij. Het ligt onder, ja, onder de statieven. Ik neem hem wel qua energie even mee. De drie van munten dus. Het stukje ja, samenwerking mag eerst gaan verricht worden. En of dat het nou samenwerking is met de partner waar je bij bent. Of samenwerking met jouw hogere zelf. Of met een professional om jou uit een bepaalde denkwijze te kunnen helpen. Dat zal voor iedereen dus anders zijn. Maar wat ik wel zie is dat er veel stagnatie gaat komen. Nou, dat zijn er te veel. Maar als die stagnatie overwonnen is, dan krijg jij wel weer nieuwe ronde, nieuwe kansen waarbij je inspiratie gaat krijgen en nieuwe manifestaties uit kunt spreken waarbij jij weer passie gaat voelen. Waarbij het vlammetje echt in de volle glorie weer mag gaan branden. En dus eventueel dus ook op romantisch vlak of op emotioneel vlak weer open kunt staan om iets anders te gaan ontvangen wat eerder niet mogelijk was. We krijgen namelijk de dood en wedergeboorte naast de aas van bekers. Voelt voor mij echt als transformerende energie. Het stukje vrijheid wat jij weer op gaat eisen. Vrijheid om je hart ook open te stellen en te mogen ontvangen. Dus de mogelijkheden liggen er zeker. Alleen dien jij zelf in te zien dat er eerdere wensen die uit zijn gesproken niet voor jou bedoeld zijn. Die dus ontkoppeld dienen te worden om vervolgens in een andere vorm, met een andere intensiteit naar jou toe te kunnen komen. Dus dat kan betekenen dat er misschien vriendschappen niet meer lekker lopen. Dat kan zijn dat relaties niet meer lekker lopen. Maar als ik dan hier kijk, hè, yin-yang energie, eerst jezelf in balans. En dan kun je pas gaan connecten in een next level verbinding. En of dat nou op romantisch vlak is of op soulverbinding in de zin van vriendschappen. Want ook daar spreek ik natuurlijk over. Dan heb je daar pas de ruimte voor. Maar daarvoor is het wel nodig dat je eerst in een bepaalde staat van geluk gaat komen. Waarbij jij overvloed naar je toe kunt halen zonder enige moeite. En dat is dus nu wat hier ligt. Ligt er nog een behoorlijke blokkerende energie voordat deze kaart pas ontvangen kan worden. Dus er is werk aan de winkel. Er is werk aan de winkel in een bepaalde stabiliteit weer terug te krijgen. Inzichten te krijgen wat jij voor aandeel zelf hebt in deze energiestroom. Wat kun je zelf hierin betekenen om dit te veranderen? Wil ik hier zelf iets in betekenen? Zo ja, dan kun je dus aasengelen aanroepen om hiermee te ondersteunen.
Ben je er nog niet aan toe, weet dan ook dat dat torenmoment er zeker gaat komen. En dit kan dan nog heftiger aanvoelen als dat je zelf een bepaalde beslissing hebt genomen. Maar goed, het ligt natuurlijk in jouw eigen, binnen eigen handbereik. Jouw eigen keuzes en beslissingen zijn ervoor om ja, je eigen pad te bewandelen. Het enige wat ik doe is de boodschappen channelen en overbrengen. En wat jij er verder mee doet, dat is jouw eigen keuze. We krijgen de Ridder van Zwaarden. Dus je gaat wel het lef hebben om in deze nieuwe stroming mee te gaan. Je gaat wel het lef hebben om die communicatie uit te spreken naar de persoon of situatie waarmee jij... ja, dat karmische stukje hebt, hè? Dat stukje schaduwzijde. Er gaat wel iets uitgesproken worden. En dan zul je ook merken dat er een ander vlammetje in jouzelf gaat branden. Je hebt echt iemand in een andere energiestroom. Ja, ik zie echt in dat er mensen zijn die oogkleppen op hebben gehad. Hoe hard het ook klinkt. Je hebt echt... gruwelijke blad voor de kop gehad. Die weg gaat vallen. En dan zie je pas in. Oké, inderdaad. Ik heb dit volgehouden. Maar ik bezit de kracht. Ik heb de passie in mezelf. Ik weet hoe ik succesvol weer kan zijn. Ik kan de leiding weer over mijn eigen leven terugnemen. En vanuit daar pak ik die energiestroom op. En hier ga je dus de komende periode echt inzichten over krijgen. Je zoomt even uit van het totaalplaatje. Je gaat inzichten krijgen wat jouw eigen aandeel is. Wat is de aandeel waarmee jij ja, te maken hebt gehad vanuit andere partijen. Hoe kun je dit verwezenlijken? Hoe kun jij hier je stabiliteit weer in krijgen? Hè? Wat heb jij daarvoor nodig? Om weer comfortabel in je eigen energiestroom te zitten. En een onvoltooide symfonie te voltooien en naar... ja, dat stukje vernieuwing te gaan hè, met de voel die daar ligt. Voor sommigen kan het dus betekenen dat eind van de rit, eind van deze ja, intensiteit, ook ruimte gaat komen voor union in jezelf en eventueel dus een zielsverband die op jouw pad gaat of kan komen. Maar het is wel zo dat er eerst zaadjes die geplant zijn nog mogen gaan groeien. Dit heeft gewoon zijn nodige tijd nodig. Daar heeft ook bepaalde schaduwzijden en schaduwwerk mee te maken. Dat je innerlijk dus echt mag kijken. Wat is mijn aandeel in dit hele aspect? We krijgen de mooiste kaart in het deck. De zonkaart samen met de Temperance. Je weet dus op een gegeven moment van oké, zo kan ik mij gestaande houden. Ik weet wat ik wil. Ik voel die positiviteit. Ik weet succes te behalen. Ik heb die creativiteit in me zitten om ook hierin bepaalde ja, acceptatie in te plannen. Hè? Want het is ook een stukje acceptatie, maar ook een stukje geduld met de Temperance kaart. Dus er gaat heel wat komen, maar nu is het eerst tijd voor herstel, heling, transformeren van bepaalde schaduwzijdes en vanuit daar... heb jij hele mooie kaarten hier op tafel liggen. Lieve boogschutter om erop verder te anticiperen. Om het hoogst haalbare weer te gaan creëren. Een intensiteit wat niet alleen bij jullie als sterrenbeeld naar voren komt. Dat is bij meerdere sterrenbeelden naar voren gekomen. Ook zojuist bij de schorpioen was ook een intensiteit actief. Maar ga je hier doorheen, dan kan er heel veel naar voren komen in de positieve zin. Dus lieve boogschutter, mocht dit jouw reading zijn, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Kijk anders echt even nog bij een van je andere tekens uit je geboortehoroscoop. Of eventueel naar de video van maart en april. En dan wens ik jullie een fijne aprilmaand toe en tot de volgende video. Doei doei!